Poladov uit Azerbeidzjan tegen de Georgiër Vladimir Dgebouadze. Ik heb dat gisteren aangekondigd bij het begin van de uitzending dat deze Europese kampioenschappen in het teken stonden van de voormalige Sovjet-republieken. Dat is er gisteren niet helemaal uitgekomen. Maar vandaag hebben we toch al heel wat kampen gezien die kan terugvinden op een Russisch kampioenschap. En dit is een armkern. Wat een mooie beweging dit hier is. De Georgiër. Hier zien we die nogmaals. Een schouderbeweging. En wat gaat zijn tegenstander heel hoog. Het was inderdaad geen ippon, want de Azerbeidzjan valt op zijn zijde. Dus hij kreeg maar een nazari. Hij gaat snel over naar een klem. En dat bezorgt hem een ippon, waardoor hij het kampioenschap wint. Het is zijn eerste titel, zijn eerste medaille voor Dgebouadze. Vladimir. Hier krijgen we het nog eens te zien. Komt op zijn hoofd terecht en daarna op zijn zij, dus vandaar geen ippon. Al twee heel snelle finales beëindigd op twee mooie ippons. Zo gaat het natuurlijk goed vooruit aan dit tempo. En dat is pas reclame voor judo. Want het gebeurt niet altijd dat een finale beslist wordt met ippon. Omdat de tegenstanders aan elkaar gewaagd zijn en er meestal zo weinig gebeurt. De mooiste punten gebeuren in de uitschakelingen, in de voorrondes. Omdat dan een sterkere tegen een minder sterkere uit.